Hallo, mijn naam is Jan Hulst, werkzaam bij Crop Science als technisch adviseur, verantwoordelijk voor de glastuinbouw. Op dit moment staan we in de afdeling waar Luna Privilege is ingezet tegen Botrytis in Gerbera. En daar hebben we een aantal combinaties weggezet om puur te laten zien waar ligt de kracht van een middel, hetzij van de Luna Privilege, van Switch of van Teldor. En vanuit die positie gaan kijken welk middel we als eerste moeten gaan inzetten als we gaan kijken voor een preventieve behandeling of voor een curatieve behandeling. Hier hebben we een veld staan met onbehandeld. Dus wat gebeurt er als we het veld wel infecteren, maar er gebeurt verder niets qua bestrijding? Ten eerste valt heel duidelijk op dat het gewas duidelijk korter blijft dan alle behandelde velden in ieder geval. Dus botrytis, die infectie werkt goed. En wat we vervolgens ook in het gewas zien, is dat de aantasting er ook heel duidelijk in begint te komen. Hier op het blad en ook op de stengels zien we een hele mooie aantasting, zien we dat in het gewas komen. En dan zien we gewoon op meerdere plekken zien we dat heel duidelijk ontstaan, ook op de bladeren onderin. Mooie grote grauwe sporen. Vervolgens hebben we hier een aantal combinaties liggen waar we in Luna Privilege eerst hebben gespoten en na een week de Switch. We hebben hem ook omgedraaid, de Switch eerst, vervolgens een week later met de Luna gespoten. En dat hebben we ook met Teldor gedaan in dezelfde combinatie, Luna vroeg of Teldor vroeg. Nou, om even wat verschillen te laten zien waar juist de krachten liggen van de Luna. De actieve stof fluorpyran die maakt een bedekking over de bloem heen en over het blad, waardoor in feite botrytis sporen op dat moment geen mogelijkheid krijgen om in te groeien. En dat zien we gewoon heel sterk in deze velden terug. Als we hier bijvoorbeeld kijken naar het gewas, Luna als eerste gespoten, nou, het is gewoon prachtig groen. De wonden die zijn gemaakt zijn allemaal heel erg droog. We zien hier ook mooi ingedroogd. Botrytis die krijgt hier totaal geen kans van ingroeien. Pak een andere plant die daarnaast staat. Eigenlijk hetzelfde verhaal. De oude stengels die we zien, of de top is droog of de stengel is ingedroogd. En botrytis is gewoon heel erg sterk gestopt. Ook de hoeveelheid aantasting op het blad in deze velden is echt minimaal. De boodschap van het verhaal is om Luna dus echt preventief in te zetten. We zien het hier ook in de combinaties die ik heb laten zien. Luna preventief geeft altijd een veel schoner gewas, een langdurige bescherming dan dat wij de andere twee producten neer zouden zetten, waarvan de Teldor dan in feite zeker nog een hele goede curatieve werking en een preventieve werking heeft om daarna vervolgens de Luna erop te zetten. En de Switch die zou ik toch meer curatief positioneren, dus is er een aantasting aanwezig om dan als eerst de Switch in te zetten of de Teldor en vervolgens de combinatie te verlengen met Luna Privilege en dit niet om te draaien zodat Luna eigenlijk nog een heel goed en een lang leven in ons assortiment kan hebben.